I know people die in this sea, but I know my case will be different. I just believe that God will help me, but I'm surprised I find myself here now. I'm not happy. Matsa is van zee geplukt. In een gammel bootje was hij op weg naar Italië, naar het veilige Europa. Maar de Libische kustwacht brengt de groep van Matsa terug naar Libië. Het afgelopen jaar wagen ruim 181.000 bootvluchtelingen de oversteek vanuit Libië naar Italië. 4.500 migranten overleven het niet. Nu de vluchtelingenstroom via Turkije en Griekenland ingedampt lijkt te zijn, wil Europa de migratieroute vanuit Libië naar Europa aanpakken. De Europese leiders omarmden afgelopen vrijdag unaniem een plan van de Europese Commissie in navolging van een eerdere deal tussen Italië en Libië. In de hoop dat er minder migranten naar Europa komen. I think that this is the first time in quite a number of months when on such a controversial subject the European Union all member states have managed to achieve important progress and unity at the same time. Er komt 200 miljoen euro beschikbaar, onder meer om de Libische kustwacht te trainen en te helpen bij het redden van migranten. Ook is het geld bedoeld om de omstandigheden in de migrantenkampen in Libië te verbeteren. Het is van essentieel belang dat de migranten nog in de Libische wateren worden tegengehouden, zegt CDA-europarlementariër Jeroen Leenaars. Als ze langs op een Europese boot zijn, dan kunnen ze ook asiel aanvragen in Europa. En een van de grote problemen daarmee is, gezien het weinig aantal mensen wat tegenwoordig perspectief heeft op asiel, moeten we ze allemaal naar Europa halen, krijgen ze hier een procedure en moeten vervolgens een groot deel proberen terug te sturen waar we nou eenmaal niet zo goed in slagen. Het is veel verstandiger om dat allemaal aan de goede kant van de Middellandse Zee te doen. Er zijn hele kleine beperkte stappen gezet, zoals meer trainen van de Libische kustwacht. Dat deden we al afgelopen jaar. Het is natuurlijk maar beperkt wat je daarvan kan doen. We werken met een regering die niet eens gezag heeft over de eigen hoofdstad, laat staan de rest van het land en de kustwacht. Dus we moeten eerlijk zijn, de middelen die we hebben zijn beperkt. In Libië overheerst chaos en zijn maar liefst 3 regeringen actief. Vluchtelingenorganisaties waarschuwen met name tegen wantoestanden in de detentiekampen, waar opgepakte migranten door gewapende milities worden vastgehouden. Ik ben voor het veilig hebben van die vluchtelingenkampen. Doe daar wat aan. Daar kun je ook met die eenzijdige regering in Libië, Tripoli-regering, over praten. Maar niets doen is geen alternatief, want dan zullen duizenden mensen verdrinken. En dat is ook vreselijk. De toestanden zijn echt erbarmelijk. In die kampen kan je nu geen mensen opvangen of nou vluchtelingen zijn of economische migranten. Dat laat onverlet dat je natuurlijk moet proberen om de situatie daar te verbeteren. Maar de illusie dat we binnen een paar maanden mensen kunnen tegenhouden, ook economische migranten, en in dat soort kampen kunnen terugsturen, daar moeten we echt vanaf. Naast het tegenhouden van migranten in de Libische wateren is er meer nodig. Afspraken met landen van herkomst, zodat mensen als Matsa uiteindelijk naar hun eigen land terug kunnen. We hebben afgesproken eigenlijk al dat de Europese Commissie met de hoge vertegenwoordiger voor het einde van vorig jaar met al die landen afspraken ging maken. En wat mij betreft mag daar een beetje meer snelheid in komen.